dames en heren, jongens en meisjes. Vanuit de Hallen presenteren wij de 10 genomineerden voor de felbegeerde titel Amsterdammertje van het jaar. Hoi, ik ben Belkies en ik ben 13 jaar. Vrijwilligerswerk is mijn lust en mijn leven. Ik collecteer samen met mijn moeder voor kruimwagens, maar ook voor andere goede doelen. En ik zorg goed voor mijn moeder, want zij is door haar beperking vaak ziek. Dus ik denk dat ik daarom genomineerd ben. Ik ben net als Mario, jij bent als Luigi, mijn brother die is Wario en ik doe het easy. Hallo, ik ben Mookie. Ik zit op Jeugdtheaterschool Zuidoost. Ik werk daar ook als vrijwilliger. Ik doe altijd mee aan een benefietactiviteit van de school, zoals dansen met bejaarden. Ook ben ik ambassadeur van Stichting Opkikker, die families van langdurig zieke kinderen een leuke dag bezorgt. Ik heb zelf een bloedziekte, dus ik weet wat het is. Ik ben Naomi en ik ben ambassadeur van de Week van de Jonge Mantelzorger. Dat betekent dat je voor een ziek familielid zorgt. Ik zorg voor mijn moeder, want zij is drugsverslaafd en heeft een psychiatrische stoornis. Dat is allemaal best heftig en voor mijn omgeving soms toch moeilijker. Maar ik laat mij niet kisten. Ik woon nu bij mijn tante en mijn neefje. Mijn neefje is autistisch. Ik help waar ik kan. Pizza voor het goede doel. Hallo, één pizza alsjeblieft. Wij zijn Vera en Anna en wij zijn een eenijige tweeling. En ik ben Selma. Samen zijn wij een project gestart tegen kanker. We hebben een kantine op school opgericht waar we Turkse pizza's verkopen. De winst die we daarmee maken gaat naar het kankerfonds. We willen presentaties gaan geven om anderen ook bewust te maken en te inspireren. En dat is nu al gelukt, want steeds meer leerlingen doen mee bij wat we doen. Doe jij ook mee? Hallo. Ik ben Rachel en ik ben 9 jaar. Ik doe veel vrijwilligerswerk in mijn buurt, de H-buurt in Zuidoost. Bijvoorbeeld schoonmaken. En samen met de buurtmooimakers maakte mijn buurt mooi. Dat doe ik met mijn kunstwerken, die ik ophang in portieken, gangen, tunnels en liften. Mooi toch? Hé man, ik Hey heren, wat is er aan de hand? Ja, ooit was ik een kleine ruziemaker, maar nu ben ik een succesvolle mediator. Geen ruzie is mij te groot. Alles probeer ik op te lossen. Op een positieve manier natuurlijk. En daarom ben ik genomineerd voor het Amsterdammetje. Spannend hoor. Ik heb een actie opgezet om mijn haar te doneren aan Stichting Haarwensen. Een meisje van school kreeg kanker en daardoor verloor ze haar haren. Toen kreeg ze een prek van Stichting Haarwensen. Ja, daar knip ik graag mijn lange vlecht voor af. Ik ben Demi en al 3 jaar vrijwilliger bij de voetbalclub. Soms wel 5 keer per week. Ik hou ervan om alles aan te pakken bij de club. Van schoonmaken, fluiten, coachen en sleutels uitdelen. Ook geef ik zelfstandig keeperstraining aan de F'jes. Dat is mijn grootste passie. Ik ben Justin, oftewel de eerste school-ecoloog van Nederland. Ik ben voorzitter van het ecoteam op mijn school. Ik heb een subsidie binnengehaald bij de gemeente voor het plaatsen van vleermuiskasten. Samen met het groenbeheer plaatsen wij ook nestkastjes. Tja, ik ben nou eenmaal dol op alles wat groeit en bloeit. Ik ben ook ambassadeur van de stichting Beelies. Wij hebben samen een bloemenlint verplaatst in Amsterdam van al meer dan 10 kilometer lang. Hoi, ik ben Isra. Discussiëren is helemaal mijn ding. Ik stond in de finale van het Amsterdamse debatbattle en ik won de debatbattle van het KantiC. Ik vind het belangrijk dat de stem van jongeren wordt gehoord en ben graag hun woordvoerder. Al vind ik het zelf niet zo bijzonder. Ik denk dat ik daarop genomineerd ben. En dit zijn ze, dames en heren, de 10 genomineerden voor het Amsterdammertje van het jaar. Wie of wie sleept deze eretitel zometeen in de wacht? Het aftellen kan beginnen.